nog een applaus voor alle... Een heerlijk gevarieerd blok, jong en oud, ervaren, onervaren. Nou ja, dat ga ik zo meteen horen, hoe ervaren en onervaren de filmmakers zijn. Ik ga zo meteen eerst in gesprek met Eva. Ik weet niet waar Eva zit. Daar zit Eva, kom je vast naar voren. En met Noah, en ik begreep dat Seb ook naar voren komt. Dus ik ga zowel Noah als Seb... ga ik zo meteen interviewen over hun film. En dan in het tweede blok, daar komen Gonny en Ilias. En dat jullie hier gaan. Ja? Goed. Nog even een applaus, want hier zitten ze nu. Nou, dan begin ik toch eerst bij jullie twee. Vorig jaar heb ik jullie ook geïnterviewd. Toen hadden jullie ook een fantastische... film gemaakt. Heb je daar nog veel reacties op gehad? Wat je vorige keer gedaan hebt? Ja, nou... Even de microfoon bij je. Zeg maar... wel... gewoon... hij staat op mijn moeders Facebook en wel nog mensen hebben hem gezien. En we hebben hem ook nog wel laten zien aan mensen die hem nog niet hadden gezien, dus... Zou je zeggen dat dit een soort vervolg is op... Ja, dit was een soort... soort van deel 2, ja. Ja, en toen waren jullie nog... elke dag heel close. Ja. 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 Hoe kwamen jullie op het idee van deze film? Ja, jij hebt meer... Ja, en nou, we zaten vorig jaar allebei in groep 8. En dus nu in de eerste allebei en allebei op een andere school. Dus we kwamen op het idee van... dus zeg maar, de vraag eigenlijk achter de film was een beetje van... wat doet het met de vriendschap als je allebei ergens anders naartoe gaat? En van, dat is dus ook daarom ook de titel Eigen Weg. Want we gaan allebei een eigen kant op. En ja, bij ons is het dan wel zo dat we elkaar gewoon echt heel vaak zien. Maar bij sommige mensen is het ook dat je dan eigenlijk elkaar helemaal niet vaak meer ziet. Ja. Ja. Heeft het jullie vriendschap erg veranderd? Nee. Nee, niet echt. Nog niet. Nou, dat is mooi. Het is wel grappig. Ik was net in de gang en toen kwam er een gezin met een jongen ook van jullie leeftijd. En ik zei van, nou, dat is een van de films die we straks gaan zien. En toen zei die moeder van, oh, wat leuk. En toen zei een van die jongens, helemaal niet leuk. Want die splitsing op de middelbare school, ja, dat is toch een raar ding. Ja. Hebben jullie andere kinderen die in jullie klas zitten waarbij dit ook speelt? Zou dit een film zijn die eigenlijk wel... meer misschien op basisscholen gestoond kan worden om te laten zien van, hé, wat doet dat? Nou, veel vrienden hebben me voor een groep, die spreken wel nog eigenlijk echt heel vaak met elkaar af. Maar ook van sommige mensen weet ik het eigenlijk helemaal niet. Daar heb ik zelf ook niet echt contact meer mee. Dus die zijn echt uit beeld verdwenen? Ja, wel ja. Ja. Hey, en want jullie zien elkaar nog, hoe zorgen jullie ervoor dat je elkaar nog veel ziet? Ja, vooral gewoon in het weekend veel afspreken. Ja, het is ook vooral, zeg maar... we wonen gewoon in hetzelfde blok, zeg maar, in dezelfde straat. Dus Okay. Het is even een minuutje en dan kan je bijvoorbeeld nog even een uurtje tot het eten even iets gaan doen met z'n tweeën. Dus op die manier zien we elkaar wel vaak. Of we spreken gewoon af voor lang of voor nog even, want dat is het fijn omdat we zo dicht bij elkaar wonen. Hoe hebben jullie de vorige keer, had je de film eigenlijk helemaal met een telefoon opgenomen, als ik het goed herinner? Hoe hebben jullie dat nu gedaan? Vorige keer... Ja, had ook een camera. Ja, vorige keer ook met de camera en nu wel alleen met telefoon. Nu alleen telefoon. Alleen met telefoon? Ja. En zelf weer steeds opgenomen of laten opnemen? Af en toe zelf ook, door mijn moeder en mijn vader heeft ook gefilmd. En hoe kwamen jullie op de animaties? Want er zitten allemaal poppetjes in. Dat heb ik gemaakt met mijn moeder. We hadden poppetjes gemaakt en... er is dan een app en daarmee kan je gewoon een foto maken. En dan zet hij het ook gelijk achter elkaar. We hadden gewoon een foto gebruikt, zeg maar. Als achtergrond. Dus, en toen hebben we die gemaakt in 2 dagen in totaal, denk ik. Ja. Even naar jou, hè. Nou, zij zijn duidelijk in beeld en de hoofdrolspelers. Jij bent niet in beeld. Is dat een hele bewuste keuze voor je? Ja, ik ben niet in beeld. Ook omdat ik juist de buurtbewoners... de hoofdpersoon wil laten zijn. En ik woon zelf niet in deze buurt. Dus vandaar dat je hoort mij wel af en toe gewoon het gesprek aangaan. Maar daarom ben ik zelf niet in beeld, nee. Want hun camerastelling is helder en daar zijn in beeld. Wat ik bij jou
opvallend vond, is dat eigenlijk de voorbijgangers... Er zijn twee keer is er een moment geweest dat een voorbijganger zwaait... omdat hij echt ziet dat er een camera is. Waar zij juist heel erg prominenter zijn en mm-hmm. laten zien. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je opgenomen zodat het eigenlijk niet zichtbaar is voor de voorbijgangers? Eigenlijk is het meer gewoon natuurlijk geweest. Ik ben gewoon op straat gegaan met de buurtbewoners en hun gevolgd. En mensen zien wel gewoon dat ik op straat ben met een camera. Soms hebben ze er zelf geen aandacht aan besteed, soms wel. Dat is ja, gewoon hoe mensen reageren als je op straat aan het filmen bent. Het is gewoon een publieke ruimte, dus je kan gewoon filmen. En ja, veel mensen die reageren daar blijkbaar niet op. Ja. Oké, okay. Nee, maar het viel me ook op dat in een gebied waarin ik denk dat sommige mensen daar feestend zijn, maar ook wel sommige met gêne aanwezig zijn, maar dat niemand reageert op de camera. Dus dat viel me zo op dat ik denk van, hoe doe je dat? Ja, heb ik niet specifiek. Het was niet ook mijn bedoeling om heel stiekem te gaan filmen of zo. Helemaal niet. Er is wel een keer iemand geweest die zei van, hey, ik vind het niet, ik wil niet in beeld. Prima, dan zet ik de camera even uit of ga ik ergens anders weer verder filmen. Ja. Dus dat is op die manier gegaan, ja. Kun je voorstellen dat je zoiets als wat zij hebben gedaan doet om je eigen verhaal in beeld te brengen? Ja, ik vind het heel leuk wat ze hebben gedaan. Ja, zeker. Kun je dat van jezelf voorstellen? Een verhaal van jou? Het is een heel persoonlijk verhaal wat zij meemaken. De film die ik nu heb gemaakt is als onderdeel van mijn studie geweest. Dus daarin is het dus juist ook gekoppeld aan een onderzoek naar een andere groep mensen. Dus in dit kader zou ik dat niet zo snel doen. Maar ja. En jullie hebben wat heb je geleerd in de vorige film? Van hoe je die gefilmd hebt en hoe je deze nu gefilmd hebt? Ik heb deze keer wel echt van tevoren alle shots zeg maar opgeschreven, alles wat we wouden doen. En ook afgestreept wat. Want vorige film gingen we beginnen met maar wat doen. En dan kwam het heel vaak bij het monteren van er moet nog één klein tussenstukje, anders dan verspringt die, zeg maar. Mensen gaan meteen nog verder. Heb je al ideeën voor een nieuwe film? Nou, daar heb ik nog niet echt helemaal over nagedacht. Maar wie weet komt er wel gewoon volgend jaar nog eentje. Ja, nou ja, wie weet. Zou jij je kunnen voorstellen dat je zoiets maakt als wat zij gemaakt hebt? Dat je dus gewoon de buurt ingaat, een camera meeneemt? Dus niet dat je over jezelf, maar dat je het over een ander thema gaat doen? Ja, nou, ik heb wel vaker... Ik vind filmen gewoon leuk en ik doe het echt pas al lang al. Maar ik heb eigenlijk nooit echt zoiets gedaan. Dus ik weet niet echt... lijkt me ook wel leuk om te doen. Om gewoon, ja, over iemand anders. Ja, nou ja, en schijnbaar heb je nu ook echt een soort script gemaakt. Hè? Je zegt vorige keer was maar een beetje rotzooien. Wat ik wel het leuke vind, het lijkt nog steeds wel alsof jullie maar een beetje rotzooien. Maar het geeft een heel mooi spontaan beeld van jullie tweeën. Ook met die poppetjes ertussendoor en wat speelsheid. Dat komt denk ik ook gewoon een beetje door hoe wij zijn, hoor. Dat is de film. Ja. Ik zal even de vraag herhalen, want die is voor thuis denk ik niet te horen. Van de vraag is, wordt aan Seb gesteld van hoe vind jij het? Noah is vrij snel, jij bent ook snel, maar anders snel, als ik het goed begrijp. Van hoe vind jij het om in deze film zo te zitten en opgenomen te worden? Nee, ik vind het vooral leuk, omdat ik dan... Noah, die zit erin, vind ik leuk om dan met Noah iets te maken. Dus dat vind ik leuk daaraan. Ja. Ik ook met jou. Dit is zo fijn. Jullie zijn wel heel verschillend, hè? Ja, maar qua... Qua humor niet. Nee. Qua humor niet. Okay. Ja. Nee, dit is ook wel te merken. Als jullie daar aan het rotzooien zijn, dan is de humor die komt duidelijk ook wel overeen. Ja. Seb, zou jij zelf ook... Want ik begrijp, Noah heeft vooral ook het script en zo. Heb jij zoiets van, hey, ik zou ook wel een script willen maken en vanuit een beeld van mij aan de slag willen gaan? Nee, ik heb zelf niet heel erg iets met filmen, maar ik denk eigenlijk dat ik op zich wel leuk vind om dat een keer te doen. Maar ik weet niet of ik dat een keer ga doen. Dus. Nou ja, je hebt nog een heel leven voor je waarin je van alles en nog wat... En ik vind het heel leuk, want nou ja, dat was dus inderdaad wat ik net zei, zo'n jongen die dan hier langs loopt, dat dit echt wel een thema is, inderdaad, voor brugklassers om die overstap. Niet alleen dat je naar een andere school, maar ook dus inderdaad dat je vriendenkring kwijtraakt. Ik denk dat dat best een aardige film is om in de basisscholen te kijken. Ja, en ook natuurlijk dat je ook nieuwe vrienden maakt op een nieuwe school. Dus
dat het ook een beetje... Je spreekt vaker met die vrienden af, omdat het makkelijker is, omdat je gewoon eigenlijk elke dag met hun bent. Ja. Dus ja, dat is ook wel een verschil. He, je gaat die school uit en dan zeg je eternity later. Zegt dat iets over hoe leuk je school vindt? Of? Nee, ja, 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 het is gewoon dat het heel lang duurt en dat het saai is. En dat, het duurt ja, lang en het is gewoon saai. Gewoon school. Volgens mij hoor ik je moeder lachen, klopt dat? Ja, dat kan. Ja, misschien herkennen ze dat. Geldt dat voor jou ook? Zeg je ook van ja, het is echt een saaie bezigheid, zo'n school? Ja, valt op zich al mee, maar het is wel, ik heb wel hetzelfde met nodig dat het wel saai kan zijn. Kan zijn. Ja, ja, bij mij ook. Het is soms wel leuk. Het is niet altijd saai. Appen jullie ook tijdens schooltijd om elkaar een beetje... Jij hebt wel eens en dan kijk ik in de pauze en dan antwoord ik wel terug. Ja. Dus soms. Mooi. Ik ga weer even naar jou terug. Even. Er zijn een aantal dingen die me opvallen. Een van de dingen die me opvalt is dat je je vooral gericht hebt op de bewoners. Niet op de ondernemers, niet op de sekswerkers, die ook onderdeel maken en zijn van die buurt. Waarom heb je die keuze gemaakt? Wat maakt dat je daarvoor gekozen hebt? Ik ben begonnen bij de bewoners en ik denk juist voor deze film dat ik ervoor heb gekozen om bij de bewoners te blijven, om hun kant te belichten. Natuurlijk zijn er heel veel verschillende kanten en verhalen in de buurt. En is er natuurlijk ook best wel veel conflict over wat er nu gaat gebeuren met de sekswerkers in dit gebied. Maar ik denk dat zijn gewoon hele andere verhalen. Daar zou je totaal weer een hele nieuwe film over kunnen maken. En nu was ik bij de bewoners en sprak dit verhaal me heel erg aan. Dus ben ik daarbij gebleven, ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat voor sekswerkers het ook fijn is als er een buurt is met groen. Zeker, ja. Voor de bewoners en voor de ondernemers ook. Maar wat heb je dat soort, zijn dat soort gesprekken gaan? Want inderdaad wat je zegt, er is wel een conflict een beetje tussen bewoners en mensen die ondernemers zijn in de buurt. Ja, ik heb wel zeg maar vanuit de buurtbewoners die een onderneming hebben in de buurt, zeg maar die kant gesproken. Maar het proces wat er nu al gaande is, is dat er heel veel commercialisering plaatsvindt. Dus heel veel authentieke winkels of die er al heel lang gevestigd zijn, die verdwijnen langzaam. En er zijn heel veel obesitasloketten, als de bewoners het zelf noemen. Dus zeg maar de pancake shops, de Nutella winkels, de goedkope supermarkten waar drank gehaald kan worden voor toeristen. Al die winkels, die komen er steeds meer. En die hebben natuurlijk hele andere belangen. Die willen gewoon winst maken en geld maken op de toeristen. En dat is best wel in conflict met wat de buurtbewoners juist graag zouden willen in de buurt. Ja. Want ik begreep, je bent cultureel antropoloog, ja. Aan de aftiteling zag. Wat valt jou dan op? Het is duidelijk wat je in beeld hebt gebracht. Maar waarom heb je dit in beeld gebracht? Of wat is je daarin opgevallen? Nou, ik vond het zelf heel fascinerend om te zien hoe de mensen die in deze buurt wonen dus wel heel erg blij zijn om in deze buurt te wonen. Als ik daar zelf rondloop, dan... nu is de buurt natuurlijk helemaal anders in tijden van corona, maar... het was overspoeld met toeristen en ja, een soort van, sommige mensen vergelijken het ook al met een attractiepark. Een plek waar ik zelf niet heel graag rondliep. Maar hoe langer ik daar was voor mijn onderzoek en in contact was met de buurtbewoners, heb ik wel gezien dat het ook heel veel mooie kanten en fijne kanten heeft aan de buurt. Ja, ik vond het heel interessant om te zien hoe de buurtbewoners hun buurt hebben zien veranderen in de loop van de jaren. Dat er steeds meer toeristen zijn gekomen, dat de buurt is veranderd. En hoe zij nu proberen om te zorgen dat het wel hun buurt blijft. En ook dat gevoel van een dorp wat ze zelf heel erg hebben, dat ze dat weer terugkrijgen. En hoe zij wel heel graag daar willen blijven wonen en zelf invloed willen uitoefenen op de buurt. Ja. En wat maakt dat je dit medium, want ik neem aan dat je als cultureel antropoloog had je ook andere manieren van onderzoek kunnen doen met een rapport aan het eind. Ja. Wat maakt dat je gekozen hebt om een film te maken? Dat is onderdeel van de master. De master die ik heb gedaan is visuele antropologie. Dus daarin was het een eis om af te studeren met een visueel eindproduct. Ik heb ook een scriptie geschreven, gewoon een tekstonderdeel bij de film. Maar de film is dus ook een onderdeel van het afstuderen, ja. Okay. Voor jullie, is een film maken, is dat een onderdeel ook van de school? Of zou je dat eigenlijk vinden dat een onderdeel zou moeten zijn van school? Jij zit op een school. Ik zit op IFCO, dat is een kunstschool. Daar heb je ook film. Oké, okay, dus
bij mij is het al een onderdeel, zeg maar. Dus dit is ook een project wat je op school kunt gebruiken? Nee, ja, op zich wel, ja. Okay. Maar het komt niet van school, dus ja. En je hebt bewust gekozen voor het IFCO omdat je de kunst of creatieve kant ja, op wilt? Ja, ook omdat ik, ja, en omdat ik, je kan daar eindexamen doen je kan daar eindexamen doen in film. Dus dit wordt echt een carrière voor jou? Ja, nou ja. Ja. Toch even afwachten. Ja. Heb je al een perspectief voor wat je hiermee wilt? Of wat je wilt? Je bent ook creatief, je bent speels. Nee, ik weet, ik heb daar nog dat iets. Komt allemaal nog ja. Later. Ja. Als er vragen uit de zaal zijn, voel je vrij. Ik zie dat er een paar handen de lucht ingaan. Spreek ze even, dan zal ik ze zo meteen herhalen voor de mensen thuis. De vraag is aan Eva, je komt zelf niet uit de buurt. Waarom heb je juist voor deze buurt gekozen om te onderzoeken? Ja, het is dus onderdeel van mijn masterscriptie geweest. En eigenlijk begon mijn onderzoek met een hele andere insteek, namelijk de hele verduurzaming die plaatsvindt in het Wallengebied. Er is een heel groot project gaande, het Green Light District, waarin ze dus op allerlei facetten willen verduurzamen in het Wallengebied. En eigenlijk was mijn onderzoek eerst daarop gebaseerd, alleen dat project dat had een wat langere opstartperiode, waardoor het nog niet gaande was toen ik mijn onderzoek deed. Bij de eerste activiteiten van dat project wel buurtbewoners gesproken en ook mensen van We Live Here. En toen kwam ik er dus achter dat eigenlijk los van de verduurzaming, wat dus veel meer op gemeentelijk niveau speelt, de buurtbewoners veel meer bezig zijn met het leefbaar maken en het vergroenen van de buurt. Dus eigenlijk is op die manier mijn onderzoek en ook de focus op dit gebied ontstaan. En uiteindelijk dus ook de focus op de leefbaarheid en vergroening zo gekomen. Maar dat had je ook in de pijpen kunnen doen of in ja, Zuidoost. Zeker. Dus want de vraag is ook... Ja, omdat dus het Green Light District... Zeg maar, ik ben dus begonnen met mijn hele onderzoeksopzet en focus in het Wallengebied, omdat dus het hele duurzaamheidsproject gefocust was op het Wallengebied. Ja. En tijdens mijn onderzoeksperiode bleek dus dat dat project nog niet op dat moment bezig was. En toen is dus mijn onderwerp veranderd. Maar ik was dus al wel bezig met het onderzoek in het Wallengebied. Ja. Wat me ook opviel is dat er eigenlijk twee wallengebieden zijn. Het wallengebied waar de noordelijke en zuidelijke wallen. En de prostitutie en het wallengebied waar wat nu dan toeristisch schijnt te worden. Dat heb je wel beide in beeld gebracht. Van wat maakt dat je alle twee kanten in beeld en niet op één deel hebt gericht? Ja, het grootste deel van mijn film speelt wel af in het noordelijke deel van Wallen. Dat is dus ook waar de ramen grotendeels zitten. Of eigenlijk alleen, en in het zuidelijke deel is meer een woongebied. Maar dat wordt ook steeds meer overgenomen. Daar komt de toeristen komen daar steeds meer. En daar speelt dezelfde problematiek in mindere mate. Maar daar zijn buurtbewoners ook bezig met vergroening. En daarom heb ik dat ook meegenomen, ja. Er was nog ergens een hand. Er wordt een compliment gegeven aan de film, maar ook aan de bewoners die hun tuintjes zo goed onderhouden. En de vraag is van, welke groep zijn niet in beeld gekomen? Er zijn vooral passanten geweest die niet gefilmd wilden worden. Oh, okay. Dus zijn vooral de bewoners en niet de passanten geweest? Is dat omdat ze niet gefilmd wilden worden? Ja, er zijn ook een aantal bewoners geweest die liever niet op de camera wouden, maar... Het grotendeel wou heel graag meewerken aan dit project. En er zijn inderdaad een aantal keer geweest dat ik op straat aan het filmen was. Met name in de avond. Dat er mensen waren die of drugs aan het dealen waren en niet in beeld waren. Of mensen die het gewoon niet fijn vonden dat ik aan het filmen was. Dus dat is inderdaad, ben ik daar wel op aangesproken, ja. Goed, we zitten al bijna aan het eind van deze eerste 20 minuten. Gaan we jullie volgend jaar weer zien? Ja, misschien. Misschien. En wat zou het thema dan kunnen zijn? Ik ga ze vast een beetje prikkelen om ze warm te krijgen. Puberteit of zoiets? Puberteit. Kijk, hey, een interessant thema. Zeker voor, ja. Nou, kijk, er is alweer, ik zou zeggen, een zaadje geplant. Maar dat is in deze situatie wat een dubbele opmerking. Is er nog iets wat jij mee zou willen geven vanuit jouw film aan andere filmmakers of aan mensen die naar de Wallen kijken op een bepaalde manier? Of... Misschien vooral het laatste.
dat ik hoop dat mensen het Wallengebied toch iets anders gaan zien dan hoe het met name in de reclame benoemd wordt als ja, natuurlijk de ramen waar je naartoe kan, alle seks en drugs waar het gebied onbekend staat, dat er veel meer is en dat het ook een hele mooie buurt is waar de buurtbewoners ook gewoon heel veel van houden. Dus als mensen die er zijn, heb een beetje respect voor de buurtbewoners, want ik ben dat wel gaan waarderen hoeveel moeite de buurtbewoners in deze buurt stoppen en hoe, ja, hoe prachtig het ook is. Dus ja. En hoe ze ondertussen ook nog lessen krijgen in tuinieren. Hè? Dat is waar je moet knippen. En dat is... Ja, ze krijgen veel steun vanuit de gemeente. Zowel financieel, maar ook vanuit een hovenier die af en toe hun komt helpen, inderdaad. Dus, ja. Dank jullie wel, alle drie. Applaus voor deze. Gaan we naar het tweede tweetal. En ik wil Ilias vragen om hier te komen en Gonny. En dan ga ik met hen in gesprek over de twee films die zij hebben gedaan. Maar ondertussen zijn de twee filmmakers naast mij hier. En Kiepret, de grote initiator van het Amsterdams Film Buurtfilmfestival. Kiepret heeft dit hele idee 5 jaar geleden dus gestart in de Indische buurt. En nu zitten we al voor de 3e keer volgens mij in de OBA. Vorig jaar met groot publiek in 2 zalen en nu voornamelijk online. Dag. Ik wil eigenlijk alleen vragen, hoe hebben jullie naar de eerste 2 films ook gekeken? Want jullie zijn natuurlijk ook toeschouwers en je maakt zelf films. Hoe heb jij gekeken naar de films bijvoorbeeld van de jongens? Ik bedoel de film van Noah en Seb. Van Noah en Seb? Ik heb er met plezier naar gekeken. Ik vond het een hele leuke film. En ja, ik kon mezelf er ook een beetje in herkennen. En ik vond het ook dat ze leuke humor gebruikten. Ja. Ik vond de film van de 2 jongens heel erg leuk. Ook de overdrijving van die stapel boeken. En van, weet je, al dat soort dingen. Ook de interactie. En ik bedoel, je ziet dat er nog wat dingen zouden kunnen veranderen, maar dat zal bij alle filmpjes zijn. Dus ik vond dat wel... ik wil echt mijn compliment als je zo jong bent dat je dat al neerzet. En ook cartoonsachtige dingen en zo, vond ik heel erg leuk. En over de tweede, wil je daar ook iets over zeggen? Over die tweede, over de wallen. Nou, toevallig ken ik er een aantal mensen van. Ook wijkraadsleden van wijkcentrum De Oude Stad, Bernadette De Wit zag ik en Lennart Roebos. En die zijn ook echt zo, die zijn gedreven. Dat zijn van die mensen die het doen. Dat zie je in het filmpje. En inderdaad, het respect, hè, en daarom is ook We Live Here, dat respect voor de mensen die er wonen, want het is en-en, het is niet alleen maar het ene gebied. Hè. Dus als we daar een keer gaan wandelen, maar wat ik naar We Live Here toe zouden gaan, dan zou je daar echt zien wat die bewoners allemaal doen voor de buurt. En chapeau hoor, want het is leuk om daar te wonen, maar het is ook een drama om daar te wonen. Ja. Applaus. Ilias, vorige keer mocht je de prijs uitreiken hier. Was dat jouw inspiratie? Want ik begreep eigenlijk uit de film dat je toen al een tijdje bezig was. Dat je eigenlijk bezig was met de film voordat je kinderburgemeester was. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. De reden waarom ik deze film ben gaan maken is omdat... eigenlijk was het idee er al om zeg maar een soort van documentaire over... het kinderburgemeesterschap te maken dat ik heb meegemaakt. Dat is uiteindelijk toen er niet van gekomen. En toen dacht ik, waarom zou ik het niet zelf doen? En het hoeft niet per se zo lang. En dat kinderen natuurlijk ook weten van... kinderburgemeesterschap is niet alleen maar leuk en gewoon lang leven de lol. Maar het is ook gewoon echt werken. En dat wou ik gewoon meegeven in de film. Nou, het is duidelijk dat je en gewerkt hebt en lol hebt gemaakt. Ja, en ik wil ook gewoon meegeven aan al die mensen dat je gewoon kan doen en je kan wil worden wat je wil worden en dat je kan doen wat je wilt. Ja, dat is de grote. Wat ik ook wel interessant vind, je hebt Hakim en Siske de Rat. Ben je meer Hakim, ben je meer Siske de Rat? Of ben je alle 2 een beetje qua persoon, jij? Ilias, is Ilias een beetje Siske de Rat of is Ilias... Ilias is Ilias.
Ja, iets anders kan ook niet. Maar wat was de klik met Hakim? Je had iets met Hakim. Wat was er tussen jullie waardoor het zo leuk werd? Ik had hem ontmoet in het AI Film Museum. En toen had ik een hele leuke tijd met Hakim. En daarna ben ik ook veel met hem gaan praten. En heeft hij me uitgenodigd in zijn filmschool. En ik vond dat zo leuk. Toen ben ik heel vaak naar zijn filmschool geweest. En uiteindelijk was het allemaal zo leuk en hebben we er veel van gemaakt. Ga je nog verder met hem dingen doen? Ja, zeker. Tenminste, dat hoop ik. Mogen we eraan? Oh, dat is nog niet een plan. Er zijn nu niet echt meer plannen, maar ik denk dat we nog zeker dingen gaan doen. Qua film, het is een beetje een collage. Hè? Je hebt allerlei fragmenten her en der gekozen. Die heb jij uitgekozen, en ik begreep samen met Marcella. Klopt. Waarom deze keuze? Want je hebt natuurlijk in een jaar zoveel dingen gedaan. Wat maakt dat je deze fragmenten hebt gekozen? Ja, sowieso dat stukje van AT5, dat ik kinderburgemeester werd. Dat sowieso omdat ik dat dat is natuurlijk het belangrijkste van het kinderburgemeesterschap. Dat je wordt beëdigd. En dan het stukje in het AI Film Museum. Dat was waar ik Hakim ontmoette. Dat vond ik ook heel belangrijk. En het stukje van en die foto van Amsterdammetje van het jaar. Omdat dat was heel leuk, omdat ik daar meerdere kinderen heb ontmoet waarmee ik kon praten. En ik vond dat heel interessant. Je hebt veel volwassenen ontmoet, maar ook heel veel kinderen ontmoet. Wat is de reactie die je van kinderen vooral gekregen hebt? De reactie. Kijken kinderen tegen je op? Hij zal wel heel veel fans hebben gekregen. De reacties waren meestal van: hoe word je kinderburgemeester? Zo cool. Waarvan is de Amstketen gemaakt? Mag ik hem een keertje om? Dat soort dingen. Okay. Ja. Ja. Hoe is het zonder Amstketen nu te zijn? Het is anders. Hij werd wel herkend hoor, door verschillende mensen gereden. Ja. Ik word nog steeds herkend, maar zonder de Amstketen is er niet echt een verschil. Maar ben ik gewoon geen kinderburgemeester meer. Maar ik ben nog steeds Ilias. Ja. Volgens mij ga je dat ook heel lang blijven en ga je daar heel veel mee bereiken. Ja. Volgens mij heb je enorm veel gedaan in de stad. En heb je echt, op social media, maar natuurlijk, je hebt heel veel bereikt in die periode dat je kinderburgemeester bent geweest. Zeker. En heel veel kinderen gestimuleerd en volwassenen geïnspireerd. Dus wat dat betreft nog steeds. En wat ik net even met het voorgesprek van, en nu kun je wat meer voetballen weer. Dat is ook wel fijn. Ja, nu heb ik meer vrije tijd over. En kan ik allemaal dingen doen waarvan ik eerst niet genoeg tijd voor had. Ja. Waaronder dus natuurlijk filmen. Ja. En gewoon mijn hobby's. Ja. Gewoon, als ik even naar jou. Je loopt rond in het Arti Amicitia. Wat ik wel interessant vind, ik woon volgens mij 45 jaar ruim in Amsterdam. Ik ben nog nooit binnen geweest. Dus dat. Daarom is dit filmpje zo belangrijk. Ja, dat dacht ik. Het is inderdaad een van die plekken die er is en waar je aan voorbij fietst. Wat was voor jou de reden om echt naar binnen te gaan? Kende je kunstenaars? Of? Nee, ik kom er al vanaf mijn 18e jaar. Dat is al heel lang, want ik werd net als oud en jong. Nou, dan ben ik heel oud al. Zitten nog een paar vriendinnen van mij hier in de zaal. En wij zijn allemaal jong met onze ouders of met onze vrienden daar al gekomen. En als je dan op een gegeven moment wat langer ergens komt, dan denk je, misschien moet ik, wat kan ik hier doen? Hè? Dat is een club, net als je op een voetbalclub zit, van kan ik daar iets betekenen? Of als je tennis of als je filmt, wat zou ik er eens mee doen? De reden dat dit filmpje nou ontstaan is dat ik een beetje geslaagd had dit jaar. En ineens dacht, er was iets leuks, dat buurtfestival. En waarom? Ik heb wel filmpjes helpen maken, maar dan altijd vanuit het regiegedeelte. En ik ben sinds 1,5-2 jaar ben ik gaan editen.
ze. Nou jongens, drama, maar ontzettend leuk. Dus ik dacht, ik moet wat doen. En ja, en hoeveel tijd had ik nog? Ik geloof 30 dagen of zo. Zo sloom was het. Toen moest ik nadenken of ik wat had, wat ik nog kon. Dus wat je ziet in mijn filmpje, dat de mensen die er zijn, Harold Scholen, die helaas niet kon komen. Fabrice, die zie ik, zag ik daar net daarboven zitten, de kunstenaar, een van de kunstenaars. Die heb ik gewoon voor het blok gezet. Ik heb die camera genomen, ik had een statief mee. En ik zei, kun jij misschien wat zeggen over de zomersalon? En zo is het eigenlijk gebeurd. Helemaal niet met wat de anderen vast allemaal gedaan hebben, met script, met dit en dat. Het was even ter plekke bedacht, wat kan ik? En kijken of er materiaal voldoende was om er iets van te maken. En eigenlijk, dan begint het pas. Hè. Je hebt wel dat materiaal. En dan duurt het heel lang voordat je klaar bent en tevreden bent en het weer anders doet. En ik heb Brit even gebeld en die zegt, nou, ik zou het toch even anders doen. Nou, dan kun je weer opnieuw beginnen. En dat is het leuke voor iedereen die filmt en ook voor de mensen die thuis zitten en die nog willen gaan filmen in de toekomst of al bezig zijn. Het zit niet alleen in het idee, maar de uitwerking, de afwerking en het totaal, dat zul je ook wel hebben gehad, denk ik. Dat je helemaal denkt dat je wanhopig wordt en dan ben je klaar en dan is het geluid weer fout. Oh, jongens, waar ben ik aan begonnen? Maar het is enorm leuk. Het filmpje, teruggeven op Artinaam CCA, het bestaat al vanaf 1839. En vroeger waren daar heel veel kunstenaars. Nou, als je daar kwam, en dat gebeurt nog, dan zag ze, het zijn wel hele oude mensen, hè, ben je 40 plus, hele oude mensen die daar zitten. Zoveel jaar later zijn zij die kunstenaars 40 en die zeggen dan, nou, ik ben jong, ik kan wat. En dan zeggen de jongeren, die zeggen, hele oude mensen. Dus het is een wederkerend verhaal. En nou, dat is eigenlijk. Het is ook ik zag ook de ernstige kunstenaar. Hè? Voor de ernstige kunstenaar. Ja, zo heet het boek dat bij het 150-jarig bestaan uitkwam. Omdat mensen vaak niet inschatten. En dat is nu in coronatijd duidelijk. In coronatijd zijn een heleboel kunstenaars die zeggen, ja, waar hebben jullie nou last van? Zo'n bubbel waar je in zit, zo alleen maar in je eigen familie. En dat zijn wij kunstenaars. Zo werken wij meestal. Tot we naar buiten gaan en dan gaan we naar buiten. Maar normaal zitten we afgezonderd op een atelier, in een hokje, in een huis. Nou, dus dat is wel heel interessant, vind ik, van dit filmpje. Dat je het hebt in coronatijd over kunstenaars. En echt, dames en heren, wie een vriend of vriendin heeft, koop iets van een kunstenaar met de kerst. Want het is echt een verschrikking. Ze hebben een heel jaar al die exposities die niet zijn doorgegaan. Niet alleen dat wij als mensen niet naar de kroeg kunnen of naar een restaurant zouden kunnen, maar de kunstenaars konden hun werk niet meer laten zien. En, ja? En dat is ook duidelijk, hè? Want het gaat zowel over Arti Amicitia als het gebouw, maar het gaat ook over die kunstenaars en het gaat ook over hun kunst. Je laat ook heel duidelijk veel van hun kunst zien en je laat de kunstenaars zelf aan het woord. Dus je wilt eigenlijk alle twee. Ja, dat is natuurlijk een moeilijkheid als je een film maakt. Waar ga ik het accent op leggen? Maar wij wilden laten zien, sinds een paar jaar is pas dat de kunstenaars van Arti ook wat meer mogen dan alleen de jaarlijkse salon. Dus we hebben met z'n allen gevochten voor Artspace, dat is die kleine ruimte. We hebben met z'n allen daardoor ook voor elkaar gekregen dat er een zomersalon komt. Nou, dan moeten kunstenaars die normaal soms 1 meter bij 2 meter maken, die krijgen de opdracht, wil je het doen? Dan moet je zo klein, hè, A4, A3 formaat, moet je wat aanleveren. Dus het is een uitdaging. Maar eerst dachten sommige kunstenaars, doen we niet aan mee, want ik ben heel groot en ik doe het heel groot. En nu hadden we dit jaar al meer dan 100 kunstenaars die meededen. Dat is heel veel. Want 100 kleine werkjes in een ruimte ophangen is nog steeds, ik ga het thuis maar eens proberen, dat is nog steeds een heleboel. Dus het was heel erg, erg leuk. Hey, schilder jij trouwens, of doe jij ook iets met kunst? Of ik iets doe met kunst? Ja, ik hou wel af en toe om te tekenen. Ik sta een 8 voor tekenen, dus. Volgens mij heb je met kunstenaars samengewerkt. Klopt. Ik heb met Aziz Bekaoui samengewerkt. Oh. Ik sta in een tentoonstelling in het Cobra Museum. Ik vind het een eer om daar te staan. En ik heb wel zeker wat met kunst.
Ja. Het is heel mooi, hè? Want daarin heb je de combinatie van jou als persoon en het kunstwerk. En klopt. Dat heeft Aziz Bekaoui heel mooi met een aantal mensen gedaan. Heeft niet voor niks jou ook uitgekozen. Klopt, ja. Daar, met Aziz had je ook wel iets speciaals. Dat er iets is van, hey, gaan we verder hiermee? Gaan we nog een project doen? Klopt, ja. Dus je hebt een aantal mensen. Ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren van jou. Volgens mij ben je nog een beetje. Hou je nog wat terug? Wat ja, ik ben zeker met. Ik ben zeker met heel veel dingen bezig, maar. Ik kan niet alles vertellen, zeg maar. Nee, heel goed. Want heel goed. Anders moet je ook horen al die doen. Mensen dat. Nee. En dan nemen ze je idee weg. Dus een van de dingen is, als je een goed idee hebt, dan moet je het bijhouden. Aan één of twee mensen vertellen. En niet meer vertellen. Ook niet hier. Sorry hoor, dat ik... Maar als je nu terugkijkt, en jullie alle twee misschien wel. Als je terugkijkt naar wat je gemaakt hebt. Hoe zou je, want je hebt tijdens het proces natuurlijk geleerd. Als je weer een dergelijke... documentaire zou maken. Wat zou je nu hetzelfde doen? Wat zou je anders doen? Ik zou meer tijd nemen. Ik zou ervoor gaan zitten. Ik zou het goed uitschrijven. Ik zou wat adviezen van tevoren vragen. En niet achteraf. Ik zou zorgen dat ik mijn materiaal zo goed bewaar. Dat ik niet wanhopig word en denk, waar zit dat materiaal? Had ik het in iMovie? Zit ik nu in Final Cut? Waar zit het? En dan kun je het niet vinden. Hè? Dan moet je toch weer wat anders vinden. Ik zou ook de twee hoofdpersonen, Fabrice, die lekker Fabrice was, dus die ging af en toe een beetje murmelen, maar die had geen microfoon. Hè. We hebben het gedaan zonder microfoons. Dit is gewoon met een hele mooie cameraatje, wat een fotocamera is, met wat mogelijkheden. Dus wat ik gedaan heb, is nu voor de kerst heb ik mijn cadeautje al gekregen. En dat is namelijk een camera met een hele mooie microfoon erop. Dus ja, het geluid mag van mij beter. Ik moet mijn hoofdrolspelers beter voorbereiden. Dan doen ze het gewoon nog beter. En in het filmpje, nou, ik dacht, wat loopt Harold? Maar ik was vergeten dat Harold net een hernia heeft gehad. Dus ja, die loopt een beetje zo. Maar dat is al geweldig dat hij kan lopen. Dus Harold, dank je wel dat je mee hebt willen werken. En Fabrice, hè? En ik moet het even laten zien. Die heeft dit hele mooie mondkapje voor mij gemaakt. En die zijn te koop. En ik zei al, we moeten kunstenaars promoten. Dus deze is speciaal voor mij gemaakt. Maar voor al die anderen die je maakte, geweldig. Dus dat is een van de dingen. Je moet ook de kunst niet alleen maar laten zien, maar ook nog eigenlijk iets vertellen van, eigenlijk, waarom zou je deze niet willen? Heb je ook al een thema eventueel? Of ben je daar nog niet mee bezig? Als ik nu het opnieuw zou doen, zou ik het over wijkcentrum De Oude Stad. Want Die wordt belaagd om eventueel zonder subsidie verder te moeten. En dan zou men uit het pand moeten. Nou, dat is zo'n sociaal verhaal dat ik later dacht, ja, ik heb geen tijd meer om het echt goed te doen. Dus daarmee heb ik het gelaten. Maar daar had ik de kinderburgemeester ook willen vragen. Of de oud-burgemeester, want het is wel een eer naast de kinderburgemeester te zitten. En ik ben zelf van huis uit oud-politica. Ja, maar je hebt altijd een hogere rang. En de burgemeester is toch nog altijd wat hoger. Dus het is een eer om naast je te zitten. Ilias, wat heb jij geleerd en wat zou een volgend filmpje voor jou kunnen zijn? Ik heb geleerd van de film dat vriendschap niet alleen van dezelfde leeftijd is. Want ik ben nu ook hele goede vrienden met Hakim. Een volgend project. Daar moet ik nog even goed over nadenken. Dat gaan we volgend jaar zien. Okay. Wie dan leeft, wie dan zorgen maakt. Helemaal goed. Dank je. Dank jullie wel, alle twee. Dit was blok 2 en ik ontdek net dat ik eigenlijk aan het begin van blok 2 Kibret even het woord had moeten geven. Zal ik jou dan nu even het woord geven, Kibret, om dit blok af te sluiten? En dan sluiten we dit blok af en dan kijk ik even ondertussen wanneer het volgende blok. Nou, heel mooi, heel bijzonder. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. En natuurlijk mensen die thuis, vanuit huis, filmen aan het kijken zijn. Dit is dus Amsterdam, zoals wij kennen. Heel divers, heel verhaalrijk. En ik ben zo trots en blij. Trots ook een beetje op mezelf, maar zeker op makers allemaal hier. Dat wij de Amsterdam samen op die manier kunnen presteren. En ik zeg iedere keer, de ervaring van, in dit geval bijvoorbeeld van Elias, kan het heel goed voorbeeld zijn straks voor Noah. Dat betekent, als ik het heel kort in het
buren te willen vertalen. De ervaring in Noord kan een heel goede voorbeeld zijn voor de mensen in Zuid. Of de ervaring in Oost kan het ook een heel mooi voorbeeld zijn voor de mensen in Noord. Op die manier kunnen wij onze expertise, onze verhalen en onze ervaringen delen op het ABFF. We zitten nu op het vijfde jaar. Ik hoor voor Chris. Dat kan nog 50 jaar erbij. Hoop ik ook dat dat gaat worden. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank jullie wel. Thank you.